Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend kunnen we zien dat het een wisselend weerbeeld is vandaag. We hebben te maken met een zuidwestelijke stroming waarin afwisselend wolken en opklaringen worden uitgevoerd. Vanuit het zuidwesten gaan later in de ochtend ook buien over het land trekken. Dit is het plaatje voor de ochtend, afwisselend dus wolken en zon. Halverwege de ochtend is het een graad of 20. De wind is zuidwestelijk en matig en gaat geleidelijk aan verder toenemen naar uiteindelijk matig tot aan zeekrachtig. krachtig. Windkracht 4 tot 6. In het zuidwesten zien we al een symbooltje voor een bui. Als we naar de radenbeelden gaan kijken van... Dit is het radenbeeld van 20 voor 9 vanochtend. Dan zien we in het zuidwesten inderdaad al de eerste buien zitten. En die gaan vanmiddag dan uiteindelijk van zuidwest naar oost over het land trekken. Later in de middag wordt het vanuit het westen weer droog. En dan breekt ook vaker de zon door. Uiteindelijk wordt het 20 tot 24 graden. En dus met een stevige zuidwestenwind. Vanavond gaat die wind langzaamaan weer afnemen. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 13. Morgen overdag dan hebben we een afwisseling van wolken en zon. Het kan soms zelfs behoorlijk zonnig zijn. In de noordwestelijke helft van het land valt verspreid een enkele bui, maar voor de rest is het droog en het wordt 20 tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Dan de dagen daarna. Het blijft enigszins wisselvallig zomerweer. Op dinsdag met name in de oostelijke helft van het land kans op een aantal buien. De meeste buien vooral langs de oostgrens. Ik denk Twente, de Achterhoek en ook in Limburg. Dat daar de meeste kans is op wat nattigheid. In het westen blijft het zo goed als droog. Tot 20 tot 24 graden en er staat weinig wind. Woensdag ook vooral langs de oostgrens, kans op een enkele bui. Verder zo'n 21 tot 24 graden. Op donderdag nog iets hogere temperatuur, dan 22 tot 25 graden. Maar dan kunnen in de loop van de dag dan wel een aantal flinke buien gaan vallen. Misschien ook wel met een klap onweer. En als we dan nog even iets verder kijken, de 15-daagse verwachting, dan zien we dat over het algemeen de middagtemperatuur zo tussen de 20 en 25 graden ligt. Misschien een enkele dag tegen die 25 graden aan, maar dat is dan echt vooral verder landinwaarts. Langs de kust blijft het kwik toch verder beneden. En misschien op een enkele dag zelfs wordt de 20 graden niet eens gehaald. In de nacht is het over het algemeen zo tussen de 10 en 15 graden. Dus dan is het eigenlijk nog wel prima slaapweer. Wisselvallig is het dus daarbij wel afwisselend wolken zon en een paar buien, die soms eventjes stevig kunnen uitpakken. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl